Ook de Belgen die kunnen terugblikken op een mooi WK, want de mannen werden 19e in de teamcompetitie en de vrouwen zelfs 11e. Beide teams mogen daardoor volgend jaar naar het WK in Glasgow, waar de Olympische tickets verdeeld worden. In Rio is er plaats voor 12 teams en de hoop is groot dat vooral de Belgische vrouwen er daar zullen bij zijn. Zij keerden vanmorgen al terug uit Nanning. Inge van Meensel. Na een lange reis van 30 uur zijn de Belgische gymnasten terug thuis in Gent, moe maar voldaan. De 11e plaats met het team is voor iedereen een opsteker. C'est une logique de résultat parce que chaque compétition on progresse, championnat d'Europe, championnat du monde, on est toujours en train d'avancer. Donc maintenant les gens savent qu'avec la Belgique, voilà, il faut compter avec nous. Elles prennent conscience, compétition après compétition, que tout est possible. La veille de la compétition, je leur ai dit, voilà, les Canadiens sont là, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, voilà, Yves, ton équipe, bah, elle va nous battre demain. Et quand j'ai dit ça aux filles, bon, j'en ai vu une qui souriait en disant, tiens, bon, je crois que l'entraîneur, il est peut-être un peu optimiste. Et puis le lendemain, bon, on était devant. Individueel haalde Laura Baum in Nanning de all-round finale. Na een slechte grondoefening herpakte ze zich, maar ze raakte niet meer weg van de 24e plaats. Ja, ik denk dat ik sowieso wel iets meer stress had dan in de kwalificatie, want daar stond toen ook met een team. We zijn gewoon om elkaar aan te moedigen. We hebben veel steun aan elkaar. En ja, dat heb ik wel gemerkt. Als ik dan in de all-round finale sta, ze supporteren wel, maar ze staan niet meer bij mij. En ja, dat is wel een ander gevoel. En ja, misschien heeft het daar wel iets mee te maken. Ik weet het gewoon echt niet meer. Lichtpunt was de prestatie van Julie Croquet in de teamcompetitie. Ze miste de vorige Olympische Spelen door een zware knieblessure en onderging begin dit jaar nog een operatie aan de voet. Als je 2 jaar aan een stuk terug opbouwen, terug hervallen, terug opbouwen, terug hervallen, ja, dan gaat er wel een beetje in door je hoofd van ja, is mijn lichaam eigenlijk op of niet? Maar na dit WK geen twijfels meer. Wat nieuw is in het Belgische turnen, er staan enkele sterke jongeren te drummen om bij het team te geraken. En die onderlinge concurrentie moet het niveau nog omhoog krikken. Les gens souriaient au début, je disais voilà, moi je suis venu en Belgique pour faire la même chose qu'en France. Et les gens disaient oh, mais non, c'est pas le même contexte. Et puis là maintenant on est devant les Français au championnat d'Europe, au championnat du monde. On a vraiment des gymnastes de qualité, l'ambition est là et donc on n'a pas de limite quoi. On sera là à Rio et on sera là pas pour être là, on sera là pour faire des résultats. De bondscoach wil finale plaatsen, individueel en met het team. Nu zijn we 11e geworden. Dat is een super resultaat. En we hopen dat we dat kunnen vasthouden met dit team en misschien nog met enkele nieuwe gymnasten die er gaan bijkomen. En we hopen wij elkaar te kunnen helpen naar een hoger niveau en zo naar de Spelen te kunnen met een team. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Mooi, Belgen met ambitie, dat hebben we graag.